Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS stegen de financiële markten rond de 3% met de Nasdaq wederom als uitschieter. Hoop op het versoepelen van de coronaregelgeving deed beleggers weer omhoog kijken. Voor Amazon zijn het gouden tijden en de koers van het aandeel wist daarom een nieuwe all-time high neer te zetten. Boeing kreeg een nieuwe tegenvallers. In het eerste kwartaal werden orders voor maar liefst 300 vliegtuigen geschrapt. Tesla wil steun van de huurbazen en veerde 9% op. President Trump heeft de financiële steun aan de World Health Organization stopgezet. Hij verwijt de organisatie een te slap optreden tegen China rondom het coronavirus. In China zelf is nogmaals een belangrijke rentetarief verlaagd in een poging de economie weer aan te zwengelen. Veel impact had het niet, over een breed front lagen de indices wat onder druk. De Zuid-Koreaanse Kospi-index bleef gesloten. En in Amsterdam duiden de futures op een licht lagere opening. Ondanks alle onrust gaat het cijferseizoen over het eerste kwartaal van start. TomTom laat weten veel last te hebben van een dalende omzet bij vooral de automotive divisie. Het bedrijfsresultaat daalde van plus naar bijna 19 miljoen naar min 5,5 miljoen. Onderaan de streep presteerde een stevig verlies van bijna 63 miljoen. Positief is nog wel dat de vrije kasstroom boven de verwachting bleef. Men kan geen outlook geven in de huidige onzekere situatie. Wel liet men weten verder te gaan samenwerken met Verizon. En ook ASML geeft geen outlook af en de cijfers waren verder in lijn met de eerder afgegeven verwachting. De chipmachinefabrikant heeft deze neerwaarts moeten aanpassen, maar stelt wel een dividend van 2,40 over heel 2019 voor. Het bedrijf laat verder weten nog steeds een sterke orderinstroom te zien. En op de agenda vandaag het olierapport van de IEA, detailhandelsverkopen, Empire State Index, industriële productie, bedrijfsvoorraden en olievoorraden uit de VS. En belangrijk, om 8 uur komt de Federal Reserve Bank met het Beige Book. Dat is een inkijkje in de stand van de Amerikaanse economie. Bij de analisten zet Berenberg Fagron hoger naar 24, handhaafd koopadvies. Berenberg en Credit Suisse zetten Koninklijke Olie op kopen. En Deutsche Bank zet ArcelorMittal op kopen met een koersdoel van 16 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.